Van harte bedankt voor deze mooie introductie. En vandaag zou ik het met jullie willen hebben over een onderwerp dat mij toch wel na aan het hart ligt. Namelijk over de politieke status van mensen met een mentale beperking. En de titel, ik heb het speciaal in het Engels gekozen. En zo met rare haakjes en dergelijke meer. Maar geen stress, op het einde van de presentatie moet het duidelijk zijn waarom ik juist voor die titel heb gekozen. Dus ik ga je nog een beetje in spanning houden. Maar wat ik al wel kan verklappen is dat we vandaag... Hoi. Voilà, twee stellingen gaan verdedigen. Of ik ga die proberen te verdedigen, jullie daarvan te overtuigen. Maar voor jullie vrij om het met mij oneens te zijn natuurlijk. De eerste stelling die ik wil verdedigen vandaag is dat mensen met een mentale beperking recht hebben op politieke rechten. En wanneer ik spreek over politieke rechten heb ik in het bijzonder twee soorten rechten voor ogen. Namelijk stemrecht en het recht om zich verkiesbaar te stellen op een lijst. En de tweede stelling die ik wil verdedigen is dat wanneer de politieke rechten van mensen met een mentale beperking niet gevrijwaard wordt, maar dat betekent dat ofwel mensen met een mentale beperking die rechten niet hebben, of dat ze sterk worden gehinderd in het uitoefenen van die rechten, burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd is. Meer zelfs, democratisch bevorderend werkt. Dat ga ik proberen mijn best te doen om dat te verdedigen. Ik hoop dat het mij lukt. Voilà. Maar misschien is het toch handig om nog eens even de relevantie aan te halen. Waarom is het nu net zo interessant om te kijken naar mensen met een mentale beperking? En de reden waarom dat ik deze casus zo interessant vind, is omdat mensen met een mentale beperking eigenlijk een belangrijke intuïtie naar boven brengen. Een belangrijke evidentie, namelijk dat we allemaal, veel opiniemakers, politici, maar ook gewoon de mensen in de straat, een idee van goed burgerschap is eigenlijk gekoppeld aan rationaliteit. Wanneer dat mensen naar de stembus gaan, verwachten we dat ze goed geïnformeerde beslissingen nemen, dat ze eventueel de stemtest hebben gedaan, hun eigen ideeën aftoetsen met wat zijn de politieke standpunten van partijen en dergelijke meer. Maar hetzelfde verwachten van politici. Dat ze goed besturen, dat ze goede beslissingen maken, wanneer dat ze een debat aangaan. Dat ze elkaar overtuigen met goed beargumenteerde argumenten en niet op de man spelen, maar op de bal. En mensen met een mentale beperking zijn interessant, omdat eigenlijk zij die capaciteit, die intellectuele capaciteiten, niet hebben. En het klassieke antwoord op de vraag, oké, wat is dan de plaats van mensen met een mentale beperking in onze politieke samenleving? Is klassiek altijd geweest, omdat ze net die intellectuele capaciteiten niet hebben, moeten we ze die rechten ook niet geven. En dat is eigenlijk een antwoord, kunnen we teruggaan naar bijvoorbeeld Thomas Hobbes, wanneer hij zijn sociale contracttheorie ontwikkelt, eigenlijk heel duidelijk stelt van een politieke samenleving is eigenlijk niet meer dan een sociaal contract tussen verschillende mensen die afspreken, oké, dit zijn de regels voor een samenleving en dit zijn de regels over hoe dat we nieuwe regels gaan maken in de samenleving. En zijn antwoord, wanneer het dan komt, wanneer dat mensen die capaciteit niet hebben om te begrijpen waarover dat die regels gaan, wat is dan hun toegevoegde waarde eigenlijk? En hij zegt dan ook, ik heb een prachtig citaat genomen, vind ik zelf, to make covenant, en to make covenant is niet anders dan een verbintenis afsluiten, en is in het bijzonder een politieke verbintenis, namelijk welke regels gaan we installeren om over regels te mogen beslissen. With brute beasts is impossible. Is gewoon onmogelijk. Waarom is dat onmogelijk? Wel, for to covenant is to act of the will. That is to say an act, and the last act of deliberation. We moeten deliberatieve capaciteiten hebben, dus intellectuele capaciteiten, om natuurlijk te discussiëren, te beargumenteren en die regels te kunnen fine-tunen. Maar niet enkel Thomas Hobbes, die lang geleden zo'n belangrijk werk heeft geschreven, zegt zo'n dingen. Ook bijvoorbeeld meer hedendaagse politieke filosofen of politieke wetenschappers. Misschien kennen jullie wel Robert Dahl, bekend van zijn procedural democracy, voor diegene dat het iets zegt. En die vat het eigenlijk ook opnieuw mooi samen. Wat is een democratie belangrijk? Democracy requires an informed, enlightened demos. En mensen met een mentale beperking passen natuurlijk totaal niet in dat plaatje. Ze zijn niet informed, want ze hebben de capaciteit niet. En hoe kunnen ze dan ook enlightened zijn? En ik heb hier dan ook
die redenering mooi samengevat. Hè. Dus de eerste premisse is: politieke rechten vereisen een minimum aan intellectuele capaciteiten. Mensen met een mentale beperking hebben die capaciteiten niet. Conclusie: mensen met een mentale beperking kunnen dus ook geen aanspraak maken op die rechten. En wat ik dus probeer te doen, is eigenlijk het tegendeel proberen te beargumenteren. Namelijk, mensen met een mentale beperking moeten wel degelijk politieke rechten krijgen. En in het bijzonder wil ik dus die eerste premisse daar van boven, die wil ik eigenlijk aanvallen of in vraag stellen. En daarvoor heb ik in mijn thesis 3 argumenten ontwikkeld. En die ga ik ook aan jullie presenteren. En dan hopelijk zeggen jullie: ah ja, Roan, uiteraard hebt u gelijk, logische conclusie. Waarom hebben we eigenlijk al die tijd anders gedacht? En het eerste argument is het, wat ik noem, het self-fulfilling prophecy argument. Dat is eigenlijk het argument dat luidt als volgt. Wel, uiteraard zijn mensen met mentale beperking niet politiek geïnteresseerd. Want ze hebben die politieke rechten ook nooit gekregen. Dus waarom zouden ze zich dan ook informeren in de eerste plaats? En je moet het eigenlijk als volgt voorstellen. Stel, de mensen in de ruimte, alle IV's leden, ik zeg, ik vind jullie eigenlijk allemaal, jullie hebben niet de juiste mentale capaciteit om te mogen stemmen. Ik neem jullie stemrecht af. En dan 2 jaar later stuur ik een survey uit en zeg ik van, ah, wat is jullie politieke kennis? Wat weet u over politieke partijen? Waar de huidige standpunten zijn? Hoe werkt ons democratisch systeem in het algemeen? Misschien, wat is uw politieke voorkeur? Hebt u daar een idee van? En uit die survey, naar mijn gevoel, zal blijken dat jullie zoiets hebben van, ja, ik weet het antwoord daar niet op, of mijn antwoord is niet overtuigend genoeg, of ja, ik heb daar eigenlijk niet meer bij nagedacht, want ja, het is ook niet meer relevant voor mij. Ik mag toch niet deelnemen aan het politieke proces. En dan gebruik ik die survey om eigenlijk verder te argumenteren van, ah kijk, het is bewezen, jullie hebben niet genoeg capaciteit om aan het politieke proces te kunnen deelnemen, quod erum demonstrandum. En dat is natuurlijk, als we die redenering dan terug toepassen op mentale beperking, is mijn gevoel, of het eerste tegenargument dat ik opwerk, ja, geeft die mensen ook geen drijfveer, geen motivatie om zich politiek te informeren. Dat is het eerste argument. Dus dat is misschien niet volledig overtuigend, dat weet ik ook wel, maar er komen er nog 2. Het dubbele standaard argument. Is dat eigenlijk, mijn argument die ik hier probeer te verdedigen, is dat er eigenlijk 2 maten en 2 gewichten zijn. Mensen zonder een mentale beperking, ja, naar mijn gevoel zijn die ook niet zoveel beter in het inschatten van hun eigen politieke voorkeur. Bijvoorbeeld, mensen die de stemtest doen, hoe vaak dat die eigenlijk toch op een andere partij stemmen dan de partij die het dichtste aanleunt bij hun eigen politieke voorkeur. En misschien, om dat waarom eerst te staven, wil ik daar één cijfer gooien. En dat is eigenlijk een studie die heeft gekeken naar, hebben 85.000 respondenten ondervraagd. En die hebben gevraagd van oké, er is een schandaal gebeurd. En u weet dat die politici mee hebben gedaan aan een corrupt schandaal. Zou u nog steeds stemmen daarop? En 20% zegt ja. Dus ze weten zelf dat eigenlijk niet de rationele keuze is. Niet eens in hun eigen interesse, niet eens eigen belang. En toch geven die mensen ook stemrecht. En in mijn thesis haal ik nog andere argumenten aan of nog andere voorbeelden aan. Denk maar aan Brexit of de Trump-campagne, waarin eigenlijk media-algoritmes toch ook heel sterk op gevoelens hebben ingespeeld en dergelijke meer. En mijn argument is eigenlijk van, als we die mensen stemrecht geven en mensen zonder een mentale beperking, die stemmen ook niet altijd even rationeel, waarom zouden we dat dan niet geven aan mensen met een mentale beperking? En het derde argument heeft wat meer inbeeldingsvermogen nodig. En dat is een soort van twist op het gedachte-experiment ontwikkeld door Rawls, een sluier van onwetendheid. En hoe dat ik graag zijn sluier van onwetendheid argument presenteer, is als volgt. En zeker heel toepasbaar omdat het bijna de vakantie is. Stel, we zitten allemaal in een vliegtuig richting, noem maar een vakantiebestemming, ik zeg maar iets, Canarische eilanden of zo, maakt niet veel uit. En het noodlot slaat toe, vliegtuig crasht, vliegtuig in stukken van één. En iedereen heeft last van een enorme harde hoofdpijn. Maar zo'n hoofdpijn, waardoor je echt zoiets hebt van, oef, wat is dit? En je vergeet eigenlijk alles.
En je komt eraan op dat onbewoond eiland, dat is belangrijk, het is een onbewoond eiland, dus het is geen politieke samenleving daarvoor, geen andere mensen. En dan, je zit daar vast, je hebt geen mogelijkheid om te ontsnappen of dergelijke meer. En dan is de vraag, van, ja, we moeten hier terug opnieuw een samenleving uitbouwen met die 100 ongelukkigen, waar dat u dan een deel van uit bent in het gedachte-experiment. En dan is de vraag, ja, hoe zou u dan de regels kiezen, wetende dat u enorme hoofdpijn hebt, een soort van, ja, dat uw mentale capaciteiten sterk verminderd zijn door die crash. Oei, dat is technisch defect. Voilà, we zijn toch in de imaginaire wereld voor dit moment, dus het is niet zo heel veel aan, we zijn terug. En ook sterk verminderd in uw mentale capaciteiten, maar u weet niet, ja, gaat die toestand verergeren, verslechteren? Misschien vallen er na verloop van tijd, doordat die toestand verslechtert, enkele motorische bewegingen die ik niet meer kan uitvoeren. En toch wordt dan nu op die moment die vraag gesteld aan iedereen die op de eiland zit, oké, welke regels moeten we hier beslissen? En dan lijkt mij de enige rationele keuze om dan eigenlijk te zeggen van ja, ongeacht of dat mijn conditie nu verslechtert of verbetert, zou ik toch ook wel stemrecht willen. En het is natuurlijk een heel utopisch idee, we zitten niet op een onbewoond eiland. Maar hoe ik het vaak anders formuleer, of het graag ook anders formuleer, is het is eigenlijk een mentale beperking is vaak het resultaat van het slechte lotje met een natuurlijke loterij te trekken. U bent daarmee geboren bijvoorbeeld, of u hebt het ongeluk gehad dat iemand u met een auto heeft gegrepen. Dus je hebt eigenlijk, het is gewoon een resultaat van ongeluk, van brute pech. En dan vind ik het niet veroorloofd dat eigenlijk brute pech, een conditie of een resultaat van iets dat buitenaf u gebeurt, dat je geen controle over hebt, u toch op zoveel dimensies een impact heeft, waaronder politieke rechten. En u kan daar ook niet aan doen, dus u heeft daar ook geen schuld aan te treffen. En voor mij het afnemen van politieke rechten is eigenlijk zeggen van ja, u hebt daar toch wel schuld aan, terwijl dat eigenlijk in mijn ogen ja, gewoon het resultaat is van brute pech. Ik weet niet of dat overtuigend was. Als er nu al vragen zijn, stuur gerust vraag gerust, anders gaan we verder. Voilà, brengt ons naadloos over naar de tweede stelling. En als ik dus overtuigend ben geweest in het eerste deel, dan lijkt de volgende conclusie mij redelijk evident. Wanneer dat die politieke rechten natuurlijk niet gevrijwaard zijn, wanneer dat mensen die, waar ze wel op recht op hebben, ze mogen deel uitnemen van het democratische proces, wanneer dat eigenlijk niet past, of wanneer die rechten worden onterecht afgenomen, om het zo te zeggen, ja, dan wanneer dat mensen de regels en de wetten overtreden, is het eigenlijk om een claim te maken, om te zeggen van wij krijgen die rechten wel. Dus het is eigenlijk de laatste optie die ze hebben, want ze hebben geen politieke rechten om inspraak te hebben op het beleid, dus de enige manier waarop ze nog inspraak kunnen hebben, is op die manier. En lijkt mij dat ook geoorloofd, want het is eigenlijk net democratisch bevorderd. Het is net een claim, een idee om te zeggen van kijk, wij horen er wel bij, wij moeten wel deel uitmaken van die democratische samenleving. In zoverre natuurlijk als mijn eerste conclusie steek houdt, dat is heel belangrijk. En in het tweede deel, er zijn heel veel facetten en ik heb wat dingen overgeslagen. Maar één deel waar ik een interessante vraag, of een vraag die ik zelf interessant vind, dat is dan de luxe die je hebt om zelf te mogen kiezen, is eigenlijk, oké, als die tweede stelling klopt en burgerlijke ongehoorzaamheid inderdaad geoorloofd is, wel, wat moet de staat dan juist doen? Wat is dan een gepaste straf? Want aan de ene kant is het dan wel democratisch bevorderend, maar het heeft ook een heel disruptief aspect. En hoe kun je die twee eigenlijk balanceren? En om daar een antwoord op te geven, heb ik een onderverdeling gemaakt. Tussen eigenlijk aan de, en die kun je hier zien, wacht, ik zal even duiden. Dus in de bovenste lijn zie je eigenlijk de status van de politieke rechten. Hebben ze politieke rechten? Ja, dan nee. Dus dat zijn, nee is uiterst rechts. Ja, is links en midden. En dan is de vraag van in hoeverre kunnen ze die uitoefenen? Dus zijn ze eigenlijk niet echt gehinderd? Of bijvoorbeeld, zoals in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn er heel veel barrières. Is het heel moeilijk wanneer ze een stembiljet krijgen om ook effectief
hun stem uit te voeren of is er bijvoorbeeld via voogdijrechten heel veel moeilijkheden mee. Dus dat is eigenlijk de onderverdeling en op basis daarvan mag ik nog een categorisering op de basis van de straf. Maar we gaan die gewoon één per één overlopen. Dat is misschien nog het gemakkelijkste. Dus, wanneer dan mensen met een mentale beperking geen politieke rechten hebben, zeg ik eigenlijk dat er geen straf in geen enkele omstandigheid geoorloofd is. Waarom niet? Omdat wanneer een rechter of een instantie een straf oplegt, neemt eigenlijk het democratische karakter weg. Want die zegt eigenlijk van kijk, als ik u straf, dan veroordeel ik u eigenlijk tot het feit dat... Nee, dat moet ik anders herformuleren. We gaan even opnieuw doen. Dus wanneer ik... Dus geen straf. Waarom geen straf? Omdat natuurlijk het democratische karakter daarvan wegneemt. Namelijk, dan erken ik eigenlijk niet dat de actie die zij hebben gedaan inderdaad democratisch bevorderend is. En enkele voorbeelden waar in landen waar mensen met een mentale beperking geen politieke rechten hebben, is in Ierland, in Duitsland en Denemarken. En een straf zou eigenlijk een signaal zijn van zeggen van we onderschrijven jullie ideaal niet, namelijk dat jullie geen deel uitmaken van de politieke samenleving, om het zo te zeggen. En natuurlijk met in het achterhoofd natuurlijk nog altijd de claim dat burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd is. Anders houdt deze categorisering weinig steek. Dan gaan we naar de andere categorie, het andere uiterste. Ja, en ze kunnen die volledig uitoefenen. Dan zeg ik van ja, burgerlijke ongehoorzaamheid moet natuurlijk de laatste optie zijn. Omdat wanneer de treinen blokkeert, de hele werking van de samenleving op een bewuste manier onderbreekt, blijft een heel disruptief karakter. Maar wanneer je alle politieke rechten al hebt, is er ook geen extra claim meer of dat democratisch bevorderend aspect verdwijnt volledig, omdat je al alle rechten hebt. Er is geen enkele reden om nog burgerlijk ongehoorzaam te zijn. En de reden waarom ik dan die middelste vak daar heb leeggelaten is bewust, omdat op basis van het empirisch onderzoek dat ik heb geraadpleegd in mijn thesis, blijkt dat er toch wel heel veel barrières nog zijn. En ik niet echt een casus heb gevonden waarin dat inderdaad zo is dat mensen met een mentale beperking eigenlijk over heel de lijn hun politieke rechten, net zoals mensen zonder een mentale beperking, kunnen uitoefenen. Maar dat is meer een empirische kwestie. En als iemand wel daar gegevens over vindt, of als over de tijd heen die gegevens toch een andere richting uitwijzen, des te beter. En dan verschuiven landen gewoon naar die categorie zonder enig probleem. En dan de middelste, vind ik de intellectueel moeilijkste categorie, omdat aan de ene kant heeft het nog steeds een democratisch karakter, ze hebben de rechten wel, maar ze kunnen ze nog niet volledig uitoefenen. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk al de rechten, dus ze zijn al wel in de juiste richting aan het gaan. En dan, in die moeilijke balansoefening, om die problematiek op te lossen, denk ik dat we nog een extra categorisering nodig hebben, de laatste van de avond, om daar wat dieper op in te gaan en dat eigenlijk beter scherp te stellen. Want het is een heel moeilijke, ik weet niet of jullie dat ook voelen, maar ik voel dat heel sterk, dat er een moeilijke balansoefening is tussen enerzijds, het heeft een democratisch karakter, dat erkennen we, maar aan de andere kant, ja, ik valt ook wel de werking van de alledaagse samenleving ook wel brengt ook wel in het gevaar en in het gedrang. Dus hoe moet je daar dan een balans tussen zoeken? En om daar een antwoord op te geven, dus we zitten in die middelste categorie, moet een nieuw onderscheid, en ik ga ook even kort terug introduceren, aan de linkerkant kan u dus eigenlijk soorten van mensen die deelnemen aan die kunnen deelnemen aan zo'n burgerlijke ongehoorzame protesten. We hebben mensen met een zware mentale beperking, maar ook sympathisanten, andere burgers die op zich niet noodzakelijk daar direct iets mee te maken hebben. Die kunnen ook deelnemen aan zo'n protest. En dan aan de rechterzijde zien we dus de mate van politieke zelfbeschikking, dus in welke mate dat mensen zelf autonoom en bewust zijn van de acties die ze ondernemen eigenlijk. Voilà. En
We gaan die ook één voor één overlopen. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Dus de eerste categorie, we beginnen met de makkelijkste. Of nou, die ik de makkelijkste vind. Mensen met een zware mentale beperking. En dat zijn mensen die niet gestraft kunnen worden, omdat die een lage politieke participatie hebben. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat die mensen vaak niet bewust zijn van wat ze eigenlijk doen, wetten of regels overtreden. Sommige daarvan zijn zelfs niet eens bewust van hun omgeving. Laat staan dat ze deelnemen aan een protest met een bepaald politiek oog. Dat de mensen die daaraan deelnemen opkomen voor hun politieke recht, die zijn eigenlijk totaal niet bewust van hun omgeving. En omwille van die reden hebben die ook geen verantwoordelijkheid, geen agency over wat ze dan eventueel tijdens die protesten hebben gedaan. Dus omwille daarvan kan de rechter ook in mijn ogen onmogelijk een straf opleggen, want die mensen beseffen niet wat ze hebben gedaan. Dus als ze niet beseffen wat ze hebben gedaan, hoe kunnen ze dan ooit verantwoordelijk voor worden geacht? En dan hebben we het andere uiterste. Dat zijn wat ik dan noem andere burgers. Dus dat zijn mensen zonder mentale beperking, sympathisant kunnen we ze ook noemen, en die hebben een hoge politieke agency of een hoge vorm van politieke zelfbeschikking. Ze zijn heel bewust van wat ze doen, dat ze inderdaad wetten en regels aan het breken zijn, dat ze die weten perfect waar ze aan deelnemen, en omwille van die reden moet de rechter in mij, laat ik eigenlijk de rechter geeft van mij alle middelen, krijgt voor mij alle middelen ter beschikking in zijn ogen van dit is wat in zijn ogen dan een milde straf kan zijn. Dus ik leg daar eigenlijk geen normatieve restricties op, of ik zeg niet wat vanuit normatief oogpunt zijn zulke typen van straffen beter geschikt of minder geschikt. Omdat voor mij is het dan aan de rechter om te oordelen wat in die context, in die situatie, een milde straf is. En dan komen we aan de tussencategorieën die ik persoonlijk het moeilijkste vind, omdat we opnieuw daar telkens een balansoefening moeten maken tussen twee idealen of twee concepten. Mensen met een mildere mentale beperking zijn wel degelijk bewust in zekere mate dat ze bepaalde wetten aan het overtreden, dat wat ze doen niet mag. En dat ze weten wel van ja, als ik hier mij vastbind aan de poort of met een bepaald politiek gevouw bezet voor een aantal dagen, dat dat niet helemaal volgens de regels is, de gedragsregels is in de samenleving. Maar aan de andere kant hebben zij ook niet het volledige besef van de concrete gevolgen van wat ze juist doen. Ze hebben niet heel volledig, ze kunnen niet volledig doordenken. Ah ja, als ik dit doe, is inderdaad, dan krijg ik politieke rechten en met die politieke rechten kan ik dan X, Y, Z doen. Ze zijn nog steeds, ze weten wel dat ze op een manier rechten aan het breken zijn, maar om dan concreet juist de consequenties van hun acties in te schatten, lijkt mij veel moeilijker. En omwille daarvan zou ik adviseren als ik aan een rechter om voor één bepaalde type straf te gaan, namelijk een werkstraf, omdat in het bijzonder die een heel leerrijke functie kan hebben en eigenlijk zulke mensen, door die bijvoorbeeld werkstraf te laten uitoefenen bij een organisatie die wel de rechten van mensen met een mentale beperking via legale manier probeert te verdedigen, op die manier ook exposure krijgt om zo te weten van er zijn inderdaad andere mogelijkheden om die rechten te kunnen claimen. Maar ook hun sociaal netwerk uit te breiden en op die manier ook sympathisanten te vinden. En voor mij lijkt het bijvoorbeeld om dan een celstraf op te leggen niet echt mild in die zin dat vaak ook wanneer je kijkt naar onderzoek, wanneer dat mensen met een mentale beperking in gevangenis komen, vaak gevangenissen daar ook niet op afgesteld zijn, op die noden, en lijkt mij omwille van die reden een disproportionele straf te zijn. En dan komen we bij de laatste categorie, namelijk voogden van mensen met een mentale beperking. En die balanceren eigenlijk tussen twee andere concepten. Namelijk aan de ene kant zijn ze wel volledig bewust,
ze hebben volledige politieke agency over wat ze doen. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk een verantwoordelijkheid, een rol te spelen ten aanzien van die persoon waar ze voogd over zijn. En omwille van die reden denk ik ook dat het bij deze categorie eigenlijk celstraffen moeten worden vermeden. Omwille van de simpele reden dat wanneer ze in de gevangenis zitten, vaak zijn voogdijschap niet ten volle kunnen uitoefenen. Als ze bijvoorbeeld, of toch veel moeilijker als zij naar de bank moeten gaan bijvoorbeeld, of zij verliezen eventueel het voogdijschap, kunnen zij die functie als voogd niet meer uitoefenen. En belangrijk hierbij is dat die mensen, ook al breken ze regels en wetten, dat ze niet het voogdijschap verliezen. De rechter kan dus ook in mijn ogen niet oordelen dat ze slechte voogden zijn en daarom het voogdijschap verliezen. Waarom niet? Omdat we opnieuw moeten onderkennen dat wat ze doen een democratische basis heeft, democratisch bevorderend is. Als mijn tweede stelling inderdaad klopt. Hè. Dus het afnemen van voogdijschap is sowieso ongepast. En daarbovenop zou ik ook niet aanraden om celstraffen op te leggen, nu net omdat het de rol als voogd in het gedrang brengt. Voilà. En nu komen we terug bij mijn titel. A Disabled Democracy for the Mentally Disabled. En eigenlijk zitten mijn twee stellingen in die titel verwerkt. Voilà, ga ik nog proberen te illustreren. Dit is stelling 1, a Democracy for the Mentally Disabled. Namelijk, stelling 1, we moeten politieke rechten geven aan mensen met een mentale beperking. En de tweede stelling, a Disabled Democracy. Namelijk, dat is vandaag de dag niet zo. Die democratie werkt niet goed, omdat ze mensen met een mentale beperking niet volledig opneemt in de samenleving. En omwille van daarvan is dan ook burgerlijke ongehoorzaamheid toelaatbaar. En dit is eigenlijk het stuk van de presentatie, dus met die woorden wil ik afsluiten, maar ik besef dat ik heel grof bepaalde nuances heb overgeslagen, dus als jullie vragen hebben voor mij, verduidelijkingen bij eender welke slide dan ook, vragen, bemerkingen, dan kunnen we op basis daarvan met die input verder gaan en dan probeer ik zo het verhaal verder uit te breiden. Dus als er vragen zijn of opmerkingen, shoot. Even de vraag herhalen gewoon. Goed. Eerste vraag van het publiek, waarvoor dank trouwens. wat is burgerlijke ongehoorzaamheid of wat versta ik onder burgerlijke ongehoorzaamheid? Goeie vraag. En het antwoord daarop is burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat is het verschil tussen burgerlijk en niet-burgerlijk ongehoorzaamheid? En van wanneer wordt het eigenlijk nog, blijft het nog binnen de grenzen en wanneer gaat het er eigenlijk over? En mijn antwoord daarvan is eigenlijk vanaf het moment dat het eigenlijk de rechten van anderen in het gedrang brengt. En op twee manieren. Natuurlijk, je kunt het eerste tegenargument dat mensen opwerken, maar voor het minste dat ik doe, infiltreer ik rechten van anderen om iets vrij uit te oefenen. Maar er zijn eigenlijk twee voorwaarden. Is er toevallig een krijtje of dergelijke? Voilà. Twee condities die voor mij maken of dat het infiltreren van die rechten inderdaad op zulke mate plaatsvindt of zo hard is dat het inderdaad niet meer toelaatbaar is onder welke conditie dan ook. En die eerste heeft te maken met de diepte. Dus hoe zwaar beperk ik het recht van iemand anders door een bepaalde actie te doen. Als ik bijvoorbeeld een kruispunt blokkeer en daarvoor moet een auto rondrijden, bijvoorbeeld je moet 100 meter verder rijden, in C beperk ik die zijn recht om vrij te bewegen. Maar natuurlijk die 100 meter dat hij extra moet afleggen, weegt niet op
tegen de extra democratische toegevoegde waarde die, wanneer dat die actie succesvol zou zijn, zou bijdragen. Dus eigenlijk, die impact is redelijk beperkt. Dus ik zou voorstellen om op basis daarvan een soort van impactanalyse te doen, in het mate dat zoiets mogelijk. Maar je voelt wel aan van ja, als ik maar 100 meter moet omrijden, om het zo te zeggen, ja, de benefit die we daaruit halen, die extra rechten die mensen met een mentale beperking, als zo'n betoog succesvol is, veel groter is dan de eventuele schade die we aanrichten aan de wetten of aan de rechten van die persoon in de wagen. En de tweede conditie is de duratie. Voor hoe lang? Voor de duratie, voor hoe lang? Ah nee, dat heeft eigenlijk hier met te maken, sorry. Het is ook voor mij vrijdagavond. Ik kom ook voor het werk, mijn excuses. Het aantal. Hoeveel mensen? Is het één persoon die moet omrijden? Of zijn het er miljoenen, miljarden? En het is eigenlijk die optelsom of die afweging die moet gemaakt worden. In welke mate krijgen we eigenlijk door... Dus wanneer dat het netto of de netto-som van die twee positief is, in het voordeel van het krijgen van rechten van mensen met een mentale beperking, dan zeg ik burgerlijk ongehoorzaam. Wanneer dat die netto-calculatie negatief is, zeg ik eigenlijk niet meer burgerlijk ongehoorzaam. En de tweede vraag is de situatie in België en dan daaraan gekoppeld surrogaat stemrecht. Om eerlijk te zijn, de situatie in België, voor zover ik toen ik mijn thesis schreef vorig jaar, en ik ben natuurlijk ook filosoof van opleiding, heb niet alle rechtsdocumenten daarover gelezen, maar naar mijn inzien was dat dat mensen met een mentale beperking formeel nog geen stemrecht hebben gekregen. Maar ik vind de tweede vraag eigenlijk iets interessanter, omdat die eigenlijk verder bouwt op een terechte vraag. Oké, aan de ene kant zeg ik wel politieke rechten, allemaal goed en wel, maar sommige mensen zijn gewoon niet in staat om effectief naar het stemhokje te gaan en een kruisje te zetten om een vinkje te zetten, omdat ze gewoon niet kunnen. En de reden waarom dat ik ook voor zo'n mensen zou pleiten om stemrecht te geven, is precies omwille van dat surrogaatstemrecht. Is inderdaad, ik geef een mandaat aan iemand anders en die zegt van, die persoon kan in mijn plaats stemmen. Omdat wanneer je die mensen geen stemrecht geeft, heeft bijvoorbeeld een voogd maar één stem. En die moet eigenlijk een keuze maken. Oftewel, verdedig ik met die ene stem mijn belangen? Oftewel, verdedig ik de belangen van diegene waar ik een voogd over ben? En als het goed is, overlappen die twee. Dat zou een ideale situatie zijn. Maar het kan ook zijn dat die niet overlappen. En wanneer ik dus twee stemmen geef, zou in een ideale situatie er één stem voor de voogd zijn belangen zijn, dus voor de eigen persoon, en één stem dat die eigenlijk moet nadenken van oké, wat zijn de belangen van diegene waar ik een voogdij over heb. En op basis daarvan dus eigenlijk twee stemmen zou moeten krijgen. Dus we zullen beginnen met de laatste vraag misschien. En de laatste vraag die was, ik zie eigenlijk het probleem nu. What's all the fuss about? Democratie, wat is het, hoe zou je, maar in politieke termen, een democratie. Iedereen heeft stemrecht. Iedereen is gelijkwaardig in zekere zin om deel te nemen aan de demos. Je hebt er heel veel nuanceverschillen in, maar in C, één stem per persoon. Ja, dus gelijkheidsprincipe is toch een heel belangrijk uitgangspunt, lijkt mij. Oké, als democratie iedereen één stem is. Ja, en je geeft een goed argument voor waarom dat mensen met een mentale beperking het niet moeten krijgen. En ik zeg, dat is een stel, dat is een ding, ik mocht daarmee oneens zijn, hè, maar ik zeg, die conditie valt weg. Dan is de enige conclusie die je nog kunt trekken, is dan krijgen die ook één stem. Maar de uitdaging die ik eigenlijk aan u zou presenteren is, oké,
geef mij dan voldoende argumenten waarom mensen met een mentale beperking of de baby's het niet moeten krijgen. En dat is de uitdaging die ik daar zou voorleggen. Dus het is niet aan mij om een argument, eigenlijk is het zo, het is niet aan mij om een argument te geven waarom ze het wel moeten krijgen. Het is aan de tegenpartij om een argument te geven waarom dat ze het niet moeten krijgen. Als je inderdaad het eens bent met het principe dat inderdaad ieder lid van een politieke samenleving ook één, in dit geval, één stem moet krijgen, of op zijn minst de mogelijkheid moet krijgen om beslissingen die een impact hebben op je eigen leven, om daar inderdaad zeggenschap over te hebben. De vraag is, om die te herhalen en verbeter me als ik het fout samenvat, is eigenlijk iemand met een persoon met een mentale beperking die een bepaald misdrijf pleegt in zekere zin, die kunnen we eigenlijk ook interneren als een soort van mildere gevangenisstraf in plaats van een werkstraf waar aan mijn voorkeur naar uitgaat. Oké. Okay. Mijn bord staat al redelijk vol. Mijn antwoord zou zijn, het is belangrijk om voor ogen te houden dat als het inderdaad, als mijn tweede stelling klopt, dat het geen niet gaat over een puur misdrijf. Het is niet hetzelfde. Het gaat niet over een puur misdrijf in de zin van wanneer een persoon met een mentale beperking bijvoorbeeld een auto in brand steekt of zo. Nee, totaal niet, omdat het in C is het geen misdrijf, omdat het een democratisch bevorderend karakter heeft. Dus we kunnen het ook niet één op één gelijk trekken. En waarom is volgens mij dan die mildere straf veroorloofd? Waarom is die internering eigenlijk in mijn ogen dan nog steeds een te strikte straf? Is omdat je het dan eigenlijk op gelijke noemer plaatst. Dan zeg je eigenlijk van, ik herken het democratisch karakter niet, want een milde straf voor een persoon die een puur misdrijf pleegt, zonder een democratisch bevorderend karakter, die heeft recht op een internering. In een bepaalde context. Maar een persoon die dan een strafbaar pleit pleegt met wel een democratiserend karakter, ja, die krijgt dan een even zware straf. Maar dan ben je eigenlijk, dan zet je het op gelijke niveau en dan erkent je niet meer dat er inderdaad een democratisch bevorderend aspect aan is. En daarom lijkt mij in eerste instantie, maar dan hoop ik dat juristen daar een beter kader kunnen rondbouwen, want ik heb geen juridische achtergrond, maar dan lijkt mijn werkstraf net een categorie lager. En een betere oplossing, omdat je dan een betere balans vindt tussen aan de ene kant het erkennen van oké, het heeft een disruptief karakter, maar aan de andere kant toch democratisch bevorderen. En men kunt inderdaad overtuigen met cijfermateriaal en zegt van internering blijkt inderdaad ook diezelfde maatschappelijke functie te kunnen vervullen. Prima. Dan ben ik meer dan gelukkig om te zeggen van oké, why not? Daar zou ik in principe niks tegen hebben. Maar het onderzoek dat ik heb gelezen, daar blijkt... Maar misschien heb ik iets te veel gefocust op echte gevangenisstraffen in die zin. Blijken daar minder succesvol in te zijn en blijken eigenlijk vaker een negatief aspect aan te koppelen. Maar ik vind het wel belangrijk om voor ogen te houden dat het niet moet beschouwen als een misdrijf in de pure zin van het woord. De vraag lijkt mij te zijn dat de categorisering die ik maak om een antwoord te geven op de vraag, is dit een gepaste milde straf, dus een balans tussen democratisch bevorderen en, enerzijds een straf of een soort van sanctie op te leggen, dat die categorisering opgaat voor ongeacht of dat het dan gaat over of dat die mensen met een mentale beperking rechten krijgen, ja dan nee, en in welke constellatie dan ook. Goeie vraag. Goeie vraag. Ik ga één categorie uitpikken om proberen te demonstreren waarom dat die categorisering op zekere hoogte toch relevant kan zijn. Maar ik geef inderdaad toe dat misschien in bepaalde vlakken de conclusie dezelfde is. Maar neem bijvoorbeeld de categorie andere burgers. Andere burgers, oké, en er zijn drie situaties die ik daar straks heb geschetst.
Situatie 1 is in een land waar mensen met een mentale beperking alle politieke rechten hebben en die in alle vrijheid en blijheid kunnen uitvoeren. Dus dat is een categorie die ik voor het gemak ja noem. Dan heb je die tussencategorie. Dat zal ik tussen noemen. Dan heb je de derde categorie. Dat is de zogenaamde nee-categorie, waar dat mensen met een mentale beperking geen politieke rechten hebben. Goed. Voor andere burgers, wanneer ze in een samenleving zitten waar mensen met een mentale beperking geen politieke rechten hebben, zou ik zeggen, nog steeds zeggen, geen straf. Waarom niet? Omdat het eigenlijk een volledige democratische, hun acties die zij nemen, zijn volledig gericht op het geven van politieke rechten aan mensen met een mentale beperking. Dus dat is in zee. Als je anders zou stellen, ik zou ze wel een straf opleggen, dan geeft je de indruk van, ja kijk, de acties die je onderneemt zijn eigenlijk, we zijn daar niet mee akkoord, zijn niet democratisch bevorderend, we schrijven dat niet. En het is eigenlijk omdat die plus-min balans die ik daar straks heb uitgelegd, zo groot is in dit geval, dat je daar in mijn ogen geen straf kunt opleggen, omdat dat democratisch bevorderend karakter zo enorm groot is. En dan in die tussencategorie zeg ik eigenlijk van oké, daar moet de rechter oordelen wat dat een milde straf is. Maar daar geef ik alle middelen wat dat ook een rechter kan bepalen, wat is een milde straf. En dan moet hij dan rekening houden met zwaarte van de feiten of die gepleegd zijn. Maar het moet wel mild zijn in die zin dat de rechter wel die factor van ah ja, het is inderdaad democratisch bevorderend, moet meenemen in zijn overweging. En in die ja-categorie moet hij dat niet. Omdat er geen democratisch bevorderend aspect is, er is één milderende of één verzachtende omstandigheid die er in die categorie niet is en in die wel. Maar dat is dat ik op sommige plekken inderdaad wel een parallel trek. Ja, dat is dan gewoon een happy accident, om het zo te zeggen. Maar ik denk wel dat die categorisering wel nog steeds relevant is, omdat anders zou je die nuance niet meekrijgen voor bepaalde groepen. Ah, eerste vraag herhalen. Gewoon allemaal goed en wel, maar lang verhaal kort. Kunt je die rechtvaardigheidsgrond veralgemenen, krijg je dan niet rechters die beslissen wat wel en niet sociaal wenselijk is. En eigenlijk een enorme voorkeur van bepaalde van rechters die zeggen van dat wel en dat niet. Of is democratisch bevorderend het enige criterium waar een rechter mee zou moeten rekening houden? Goeie vraag. Ik moet eerlijk zeggen, zelf heb ik daar nog niet direct over nagedacht. Maar we gaan ons best doen en we gaan daar zelf proberen een antwoord op te formuleren. Ja, in C, ik zie niet onmiddellijk het probleem als je het democratisch bevorderend karakter daarvan is niet een inschatting naar mijn gevoel die u en ik maken of mijn inschatting daarvan verschilt. Van niet, mijn overtuiging of mijn idee daarvan is oké. We zijn ervan overtuigd dat alle mensen stemrecht moeten krijgen. Eerste vraag. Of dat burgerlijke ongehoorzaamheid, andere sociale doelstellingen, dat die eigenlijk op eenzelfde niveau zitten en eigenlijk ook mee in acht kunnen worden genomen. Het antwoord lijkt mij in zekere zin evident te zijn. Hè. Omdat ik lijk ervan uit te gaan dat er één bepaalde premisse is waar iedereen zich achter kan schaven en we daaruit vertrekken. En dan de kritiek is, zo'n premisse gaan we nooit vinden, jammer maar helaas. Mijn stelling zou zijn, ja, burgerlijke ongehoorzaamheid is nu net een middel om die oneenigheid die we hebben net te versterken. Het is nu net wanneer dat we bepaalde meningen aan de kant duwen of geen rechten daaraan toegeven of niet erkennen in de publieke ruimte. Dat is hun laatste redmiddel. En mijn argument is ook niet gebruikt. Dit moet ook een laatste redmiddel blijven. Dit is niet van
wanneer ik al mijn politieke rechten heb en ik zeg van ik wil nog meer, als er al meer te raap valt, ja nee, dan gaat u gewoon een overtreding zoals elke man in de straat. Maar burgerlijke ongehoorzaamheid kan u net verschillen in de hand werken, omdat wanneer één systeem nu net één universele mening deelt, en op basis, omdat er geen universele mening bestaat, nu net andere onherroepelijk eigenlijk aan de zijkant duwt, rechten ontneemt, is burgerlijke ongehoorzaamheid een laatste redmiddel om te zeggen van nee, erken het verschil, erken het feit dat er meerdere posities zijn. En als je dat argument op zich gaat beschouwen als zijn universeel principe, ja, dan wil ik gerust mijn naam daaronder schrijven en zeggen van oké, kill me, maar voilà, dat zou mijn antwoord zijn.